Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Devour Amor. En vandaag ga ik op pad met de Ambu, zoals velen van jullie eigenlijk aanvroegen de afgelopen dagen. Ja, want in mijn comments zag ik alleen maar Ambu mensen in ieder geval die reageerden op oude ambulance video's en die vroegen, kun je niet nog een keer met de ambulance? Dus ja, jullie vragen, ik draai. Of zoiets, u vraagt wij draaien, ja zo ging niet. Ja, dit is de T6 en je houdt ervan of je vindt hem verschrikkelijk, maar ik hou er wel van. Hij is gemaakt door Enermods, hij is nog niet te downloaden, ik weet niet of dat nog komt. Ik moet ook zeggen, zit er eigenlijk wel glas in? Op? Nee hè, er zit niet in. Ja, toch wel. Het reflecteert. Het is moeilijk, ja er zit wel glas op. Het is moeilijk te zien, misschien kan dat glas, maar het is nog een work in progress, dat zeg ik er alvast bij. Je kan het glas nog ietsje duidelijker worden gemaakt, ook zo achter. Ja, van de achterkant denk je echt van jezus wat lelijk. Maar als je dan weer van de zijkant, en dat is niet omdat hij zo gemaakt is, maar omdat hij gewoon zo uitziet. Als je van de zijkant kijkt, denk je ja, het is een mijl. En van de voorkant, ja, ik vind hem ook wel leuk. Dus ik hou ervan, we hebben in ieder geval de eerste melding. Het is een A1 melding, dus daar gaan we ook direct op af. Er zit een Audi sirene op. En een lekker motorgeluidje zoals jullie horen. De vehicle god moet lekker gaan. Knipperlichtjes bovenin. Daar zo. Het is nog vroeg, de dag is net begonnen, de dienst is dus ook net begonnen. Ik denk dat we niet te veel de sirene aanzetten als ze niet hoeft. We zijn er al bijna te plaatsen. Zou het hier ergens moeten zijn? Zo! Ah ja! Wat doen hun dan? Hè? Dit klopt niet. Dit is heel raar. Zou een reanimatie zijn ofzo? Maar dan nog, waarom hebben die ineens zo'n rare uniformen? Nou, we gaan even kijken. Dag collega. Ambulance rent niet hè. Goeiedag. Als je rent dan raak je... Wat is dit? Waarom hebben die die uniformen? Dat slaat helemaal nergens op je. Dag heer. Nou, we gaan eens kijken, we hebben op de T gedrukt. Tango. En we gaan kijken wat we allemaal gaan aantreffen. Als hij kan opstaan, dan mag hij ook gaan opstaan. Dat gaat hij ook doen. En jij gaat weg. Ik weet niet wie je bent, maar wegwezen jij. Lijkt beschoten. Even kijken. Ja, dus hij heeft wat kneuzingen. Hij heeft moeite met ademhalen. Hij heeft meerdere steekwonden, diepe steekwonden, of in ieder geval wonden. We gaan jou medicatie geven. In ieder geval, we kunnen geen zuurstof toedienen, zag ik al staan. We gaan hem dan wel zuurstof, gewone medicatie toedienen, pijnmedicatie. En dan gaan we dat in ieder geval opgelost hebben. En dan gaan we hem toch maar even meenemen naar het ziekenhuis. Dus komt u maar. Dat hij diepe wonden en moeite met ademhalen kan klaplong zijn bijvoorbeeld. Hè. Hij heeft steekwonden misschien in zijn borstkast, zit over, hoppakee, zo in zijn long. Ja, dan heb je moeite met ademhalen inderdaad. Dus we gaan hem meenemen. In de ambulantia. Ik weet nog niet of hij kan instappen. Hij zit, denk ik hè. Ja, ik vind een A2 waardig. Hij kon nog zelf lopen. Ja, nu kan elke patiënt met deze mod uiteindelijk zelf lopen. Dus daar niet van. Maar we hebben de wonden kunnen ja, niet genezen, verbinden, verzorgen. En daarbij hoeven we nu eigenlijk... met wat zuurstof hem alleen nog naar het ziekenhuis te brengen om daar verder te bekijken. Het is niet een kwestie van leven of dood, hij is niet binnen 5 seconden dood.
Zo meneer, ik ben aangekomen bij het mooiste ziekenhuis wat we hebben in deze stad. Zoals je ziet, mooi, prachtig. Is hem dat? Oh nee, dit is hem. Adios amigo. We gaan retour post als we niet een melding krijgen. Die moest je niet aannemen, dat weet ik nog. Want toen crash je die altijd, dus dat gaan we dan ook niet doen. Dan mag een andere ambulance aannemen. Hij mag best doorrijden hoor. En zo'n T6, oftewel Volkswagen Transporter, die kan best wel lekker rijden. En een melding van een ja, van een ambulance die is verongelukt. Nee, van een persoon die brandwonden heeft. Die zich heeft verbranden ergens aan. Kan mijn brand zijn, dat is mij onbekend. Kijk, in de buurt van het ziekenhuis. Bij het tankstation weliswaar, de brandweer is ook wat te plaatsen. Had ik al gezegd dat deze ambu trouwens van Animals is? Ja, vast wel. En die, die TS ook, die tank uit de spuit. Echter crasht mijn game, zoals jullie zagen. Komt niet door tank uit de spuit hoor. Moet ik wel een microfoon aanzetten, handig. Zoals ik net wilde vertellen, of zoals jullie eigenlijk gewoon hoorden. Ja, T6, ik ben dat helemaal vergeten. Ik vergeet wel eens wat ik zeg. Die is in ieder geval van Animals, hè, maar dat had ik geloof ik, ja, dat hebben we nu zeker al 3 keer denk ik gezegd. En de TS die jullie even kort zagen, denk ik, uit van de brandweer, die was ook van Animals. Zowel deze als de TS zijn niet openbaar te krijgen. De TS kun je bij hem kopen. En deze ook, op zijn Discord. Linkje in de beschrijving als ik dat niet vergeet. We gaan door naar de volgende. Del Perro Beach. Een collega van de politie die gewond is. Ah, denk ik. Nou, we moeten hem iets sneller maken, want zo'n T6, wat ik ook al zei, die rijden lekker in het echt. Die kunnen wel wat. Dus ja, om hem nou met een hele langzame handling te laten. Dat is bijna een aanrijding met die auto. Dat is ook weer zo'n zonde. Ja, tuurlijk. En daar zit ook zo'n toetertje op. Die hebben ze in het echt ook. Dat is grappig. Goed gezien van de grijze auto hier. Ik heb zijn gevoel dat het niet op de pier is, maar weer eronder, maar ja, we gaan het zien. Nou, toch wel hier. Dag collega. Ik hoop dat het veilig is voor ons. Hetzelfde dat krijgen we hier te maken met een gekkie die hem net heeft neergeschoten en hier nog om het hoekje staat en komen wij hier te plaatsen.
We gaan het meemaken. 1 spieken. Wat hebben we? We hebben 3e graad brandwonden. Een gebroken arm. En een vertigo. En wat was er? Is dat een duizeligheid? Ja, dat klopt inderdaad. Draaiduizeligheid wordt dat opgeschreven. Ik heb het even heel snel gegoogeld. Want ik kende het woord wel ergens van. Maar we gebruiken het hier in Nederland. Ik in ieder geval niet. Heel vaak. Maar ik ken het van deze mod. Daar wordt het vaker. Het is echt typisch Amerikaans, Engels. Tot het dus vaker in GTA bij mij al is voorgekomen. We gaan hem in ieder geval medicatie geven. Pijnmedicatie. We kunnen niet verdere treatment doen. Hè? Dus we gaan hem daarna naar het ziekenhuis vervoeren. We doen officieel nog een spalk om die arm. We verbinden. Of in ieder geval we verzorgen die brandwonden. We koelen die. Niet te warm, niet te koud natuurlijk. Nu nemen we hem gewoon mee naar het ziekenhuis. We kunnen namelijk niet meer doen dan dat. Maar er gaat natuurlijk wel nog wat verder qua verzorging aan voorbij dan alleen medicatie geven. Maar ja, dat doet de ambulance in het echt sowieso wel meer dan alleen medicatie geven. Gezien zijn ernstige brandwonden die hij blijkbaar dus heeft opgelopen. En wat had hij nog? Duizeligheid is verminderd. Bewustzijn misschien zelfs wel. Gaan wij A1 rijden naar het ziekenhuis. Wat ik vaker zeg, en ik zeg het nu gewoon wederom. Naar een melding rijden we natuurlijk helemaal anders dan van een melding. Zeker als je een patiënt achterin hebt zitten. Lekker soepeltjes door het verkeer heen. En als je wel eens filmpjes hebt gezien van de rijtrainingen van ambulance. Misschien AmbuChannel toen er nog bestond. Of rijtraining van de politie ook. Hè, of van de brandweer. De winst ligt niet vaak in het snelrijden. Maar in het niet hoeven remmen. Of in ieder geval het niet hoeven stoppen voor de verkeerslichten. Dus kijk, ik kan hier gewoon soepeltjes doorrijden. Die blauwe auto die heeft genoeg tijd nu om mij te reageren. Die remt. Ik hoef niet met volle snelheid erop af te rijden. Hier ook. Snelheid gaat eraf. We gaan rechts er voorbij. Daar is de vrije baan met de minste auto's. Oftewel 0 auto's. Zo keurig jongen. Zo doen we dat. Voor mij. Die bussen gaan natuurlijk perfect stoppen voor mij. Dat is helemaal keurig. Niet dus, dankjewel. Nou hier naar rechts. Hier weer, ik hoef niet meer piepende bandjes hier doorheen te gaan. We gaan er links langs. Want dat is niet fijn voor zo'n patiënt. Of voor een verpleegkundige achterin. We gaan gewoon lekker soepeltjes. Letten voor voetgangers. En dan aankomst ziekenhuis. Daar staat nog een ambu. En die hebben jullie ook nog niet gezien. Jawel, die hebben we trouwens wel gezien, denk ik. Die is ook van Limburgland Noord. Ambulancezorg Limburg Noord. En dat is de 105. En dat is een notaris. En die is ook wel dik. Die gaan we binnenkort ook gebruiken. Dag heer, ik wil nog even hier langs. Dank u. Achterklep kan open. Die deur kan ook open, maar je ziet. Interieurtje is er niet af. Maar ja, hè, beter interieurtje dan sommige ambu's al. Dus nee, shout-out naar NO en zijn crew die vast en zeker bezig zijn met deze ambu. Die melding hadden we net ook, toen ging die niet helemaal goed. Dus we nemen hem niet aan. We hebben toch genoeg keuze qua meldingen. Dus we gaan nu lekker retourpost. Welke mod is dit voor de mensen die het niet weten? Dit is LSPD of R. Huh, maar is het voor de politie? Jazeker, maar je hebt ook agency callers. En doe je op Ctrl End als je het hebt. En dan kun je hier paramedic aan klikken. En dan zet je meldingen op niet beschikbaar onderaan. Ik sta dus available for calls no. Dus ik ben niet beschikbaar voor politiemeldingen. Als ik nu yes open, dan krijg ik weer ineens allemaal politiemeldingen ook. Maar nu dus gewoon no. En dan krijg je dus alleen al mijn meldingen. Maar je krijgt natuurlijk ook mensen zoals deze oude hier die iets heeft gedaan. Ik weet niet wat, maakt niks uit, want daar zijn we nu niet voor. Dronken rijden.
Je kunt mensen dus ook een stopteken geven, hè? Dat kan allemaal. Maar we zijn dus nu puur ambu. Als iemand niet met mij mee wil naar het ziekenhuis, dan hou ik hem gewoon aan hier, onder dwang. De melding alweer, ja, iemand die ambulance nodig had. Klaplong, zwart oog, ofwel een blauw oog denk ik. Kleine sneetjes, sprained enkel, een omgeklapte enkel. Eindconclusie, die is in elkaar getimmerd. Kan er niks anders van maken. Dus we gaan hem weer wat comfortabele medicatie en treatment geven. Weet ik veel wat we allemaal geven, in ieder geval tot hij zich wat beter voelt. En dan moeten we hem even naar het ziekenhuis gaan brengen. Zij mag met mij meegaan. Hij gaat achterin. En zoals jullie allemaal wel kunnen raden welke urgentie wij dus met deze meneer naar het ziekenhuis gaan. Dat is natuurlijk een A-vraagteken voor jullie. Ja, jullie kunnen ze wel een comment zetten, maar dat zou wel heel makkelijk zijn, want jullie gaan het nu zien hoe we er naartoe rijden. Het is natuurlijk een A2. Ik zie echt geen indicatie om deze meneer met een klaplong en een beetje verwondingjes naar A1 naar het ziekenhuis te brengen. Dat gaan we ook niet doen. Dus het kan wel even een ritje zijn. Ze dus moeten natuurlijk met het verkeer mee gaan rijden. Dan heb ik gelukkig wel hier alvast groen. We gaan trouwens rechtdoor. Je hoeft natuurlijk nooit echt de route aan te houden die de meldkamer je geeft. Want dit is een route die automatisch door de meldkamer doorin wordt gezet. Ook in het echt. Juist in het echt. Zoals je ziet, ik denk waar we nu dus naartoe rijden en hoe we nu rijden, dat was al 3 keer zo snel als waar we eigenlijk naartoe zouden moeten rijden. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer en dan dus tot je bij het ziekenhuis aankomt. Ja, en over het ziekenhuis gesproken, ik ben natuurlijk nog steeds aan het werk. En daarom wat minder video's voor jullie. Maar dat maakt niks uit. Of ja, mij maakt er niks uit, jullie liggen er misschien wakker van. Of sommigen die hebben er geen begrip voor, maar heel veel mensen hebben er wel begrip voor. En ja, dus ja, wanneer ik tijd heb maak ik video's. Laten we het daarop houden en nu heb ik er nu maak ik er eentje. Misschien dat ik vanavond met de server Jansen weer eens een roleplay video maak, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet, want de server is een beetje KUT, als ik dat mag zeggen. En dat ligt absoluut, ja, waar ligt het aan? We kunnen het niet aan de development noemen, want die doen echt een uiterste best. Echt shout-out naar development als ze het ook hier zo kijken en nu denken van, oh, wat zit je nou op trash talk te praten over de server. Nee, zeker niet. Maar het is gewoon even kut. En niet leuk om erop te spelen op dit moment. Waarom ga je dan nog wel eens 's avonds gamen? Ja, omdat we natuurlijk wel een oplossing moeten vinden. En die oplossing die vind je het beste. Of het probleem vind je juist het beste als je met misschien wel 80 man op zijn server zit. En als er maar elke avond met 10 man komen, ja, dan heeft ineens niemand last van lag of citybug. Maar als er dan meer mensen komen, ja, dan heb je veel meer auto's erin en dan heb je ineens citybug. Ja, daardoor wil je dus met zoveel mogelijk mensen gaan testen. Dus daar zijn we nu af en toe mee bezig. Er zit nu geloof ik weer een backup in de server. In ieder geval conclusie, daar is wel op te nemen. Maar de voertuigen die ik dan wil gebruiken en eventuele scripts en zo, dat dan wel niet. Dus ja, het is gewoon even afwachten, maar er komt wel een tijd. Ik heb echt geen zin om voor dit stoplicht, verkeerslicht, ook nog te wachten. Dus we reden gewoon even door, als een boefje. 2 ambus inmiddels al. Mijn collega staat aan de overkant klaar. Dan moeten we de staar even droppen. Zo. Aankomst. Any
Kijk, ik weet niet meer of deze net ook deed. We gaan dus naar een schietpartij. Ja, ik sta blauw aan, maar ik zie niet waar. Als die meneer geschoten, politierijders goed is mee. Nou, hier staat blauw aan, dat zal het wel zijn. En we hopen dat de politie in ieder geval meerijdt of al te plaatsen is. Sirene gaat eraf. Ja, politie te plaatsen. Is het ook veilig? Te zien wel. Ze staan een beetje te chillen. Oh. Ja, dat is waar, op afstand. Maar eentje zit in de auto, de ander staat al wat. Lijkt niet eigenlijk een BTGV of zo. Goedendag mevrouw. Niks te zien hier. Ja, eenmaal schot. In de rug. Kan nog wel eens. Je zult denken van, ah joh. Val mee, maar... Het kan wel eens een ernstige zijn, het is rondom de ruggengraat. Ik ben een beetje aan het kijken wanneer ik mijn schotwonden zag. Het kan een gevaarlijke plek zijn, zeker weliswaar. Ja, sowieso elke schotwond kan best gevaarlijk zijn. Hè. En even... Wat? Prestige ticket hospital or why if they okay. Ja, weet ik veel of die oké is. En dan kreeg ik nou niks in beeld. Nee, ik kreeg niks in beeld. Oké. Okay. Nou, blijkbaar is het duidelijk. Eén schotwond, meer niet. Misschien heeft hij wel een hypovolemische shock of zo, joh. Wil je dan wel even weten natuurlijk. Nou, waarom we nu de optie krijgen van waarom we nu niet de optie krijgen wat we kunnen doen, was er nu gewoon. Griekse eiers die nog leeft en nu stopt hij ook weer in, joh, ik snap het niet. Het zal allemaal wel, we gaan in ieder geval A1. Wat ik al zeg, het is best een gevaarlijke plek waar je een schotwond hebt. En nogmaals, elke schotwond kan gevaarlijk zijn. Ja, best wel een hele Duitse sirene. Jongen, wat een pannenkoek, hé. En ja, dat klopt ook. Het klinkt echt een Duitse sirene, maar het is echt... Ja, kunnen we het Nederlands noemen, dat weet ik niet. Maar het wordt er echt wel in Nederland gebruikt op zowel... deze ambulance, als de Audi, als de T6, niet elke T6, als die ambulance daar, als wat nog, waarschijnlijk nieuwe politie B-klasses, die gaan ook deze sirene als het goed is krijgen. Dus ja, dat. Je hebt meer ambus of meer voertuigen met die sirene dan je denkt, hoor. Nou, wij gaan even een screenshotje maken. Maar daar ga ik jullie niet meer lastig vallen. Ik ga jullie bedanken in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Volgende keer waarschijnlijk met die ambulance die je daar net zag staan. Potarisje, ook van Limburg Noord. Maar als jij zegt van nee, absoluut niet. Ik wil een andere, laat het zeker even weten in de comments. Ik zou zeggen tot de volgende. Doei!